Ja, goedemorgen. Welkom weer bij Cultuur in Actie. Het is vandaag de derde dag van een ketendemonstratie ten behoeve van de kunsten en voor de cultuur. Het is de langste talkshow ook. Ik zei de derde dag, het duurt een hele week. En om te beginnen heb ik de organisatoren, twee van de organisatoren aan tafel. Johanna ter Stegen, actrice, wie kent haar niet? En Mark Pos, wat minder bekend althans. Wie kent hem wel, inderdaad. Producent en regisseur. Nogmaals, ik heb al gezegd, jullie zijn de organisatoren van deze actie. Vertel waarom dat zo nodig is, Johanna. Waarom is dat nodig? Omdat er anders hele grote problemen gaan ontstaan. Heel veel mensen werkloos gaan worden. En de mensen straks zonder muziek en dans en toneel en poëzie moeten gaan doen. Ik maak het even heel groot. Het probleem is ook heel groot. En we willen met deze actie de politiek bereiken. We vragen om financiële steun of een nieuw noodpakket. En het gaat ons ook over bewustwording. Namelijk dat iedere Nederlander elke dag gebruik maakt van cultuur. En daar moet de politiek ook van doordrongen worden. Ja. Nou. En hoe zijn de afgelopen twee dagen gegaan? Heerlijk was het. Ja, dat zal best. Maar vertel, mensen die nog niet deze site gevonden hebben, ja. Wat hebben we allemaal al kunnen zien? Welke passies zijn er voorbij gekomen? Ja, er zijn denk ik zo'n... Ik denk dat we in deze week meer dan 400 mensen spreken die hier aan tafel komen. En we hebben er dus daar nu twee dagen van achter de rug. Dat maakt, laten we zeggen, 120, 140 mensen. En het mooie is, wat ons overkomt, is dat je weet wel dat de culturele sector heel divers is. En dat kan je ook allemaal lezen. Maar als het allemaal aan één tafel voorbij komt, en soms met een optreden, dan is dat prachtig om te zien dat uiteindelijk iedereen dezelfde sector ondersteunt of wil, of daar onderdeel van vormt, beter gezegd. Dat van het levenslied tot klassieke muziek. Ja. En van amateurs tot professionals, ook amateurs, ja, zeker, hè, maken zeker, er onderdeel zeker, van. Zeker. Niet alleen maar... Zeker, en dat was gisteren heel duidelijk geworden ook. Dus dat vinden we ook echt heel mooi om te zien. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, maar amateurs hebben natuurlijk in die zin, zou je zeggen, minder last van de crisis. Omdat zij het al... Het is al liefdewerk, oud papier, wat zij doen, of niet? Ook in de amateurwereld krijgen heel veel mensen betaald. De dirigent van de koor wordt wel betaald. Juist. Snap je? Die mensen worden ook geraakt. En dat is een hele grote groep. En dat zijn de mensen die houden van de cultuur. En het heeft ook een sociaal karakter. Of zeg ik dat goed? Ik bedoel, mensen voelen zich met elkaar verbonden. Mensen worden getroost zeker door wat ze... Ja, in die amateurwereld natuurlijk. Al die koren die overigens nu niet meer mogen zingen. Maar ook in de professionele wereld. Ik bedoel, als ik niet meer mag spelen, nou, dan word ik echt wel een minder leuk mens. Kan ik je wel verzekeren. Dat is dus nu al het geval. Ja, helemaal niet. Nee, maar... Ben ik bang. Ja. Ja. Nou, heb je nu kans dat bij zo'n ketendemonstratie, noem ik het maar even, het één grote klaagzang wordt? Ja. Gaat het dat worden? Nee, dat geloof ik hebben niet. Hebben we heel veel zelfmedelijden? Nee, maar ik ben aan de ene kant, vind ik het goed dat we een podium creëren dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. En soms is dat heel pijnlijk. Ja, dan is dat heel pijnlijk. En als je het achter elkaar bekijkt, deze stream, ja, dan is het soms heel pijnlijk. Ja, dat is ook wat het is. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook altijd de vraag, en daar hebben we ook hele mooie dingen over gehoord, is waarom doe je dit? Waarom ben je muzikant? Waarom ben je danser? Waarom componeer je muziek? Ja. En daar komen echt prachtige verhalen uit voort. En dan voel je ook heel erg van die gepassioneerdheid. Dat zal gemist worden als dat voor een deel omvalt, zou ik maar zeggen. En tegelijkertijd vind ik... 1 juni is natuurlijk ook een mooie dag voor Nederland. Het is bevrijdingsdag, hè? Een beetje. De een klein beetje bevrijdingsdag. De terrassen mogen weer open. Ja, en dat is ook goed, tegelijkertijd. Musea gaan weer open, maar de theaters mogen maar heel... Ja, maar wat is open? Kijk, ik ben echt positief voor de horeca en ook voor theaters. Want er mag met een aantal mensen naar binnen. Maar uiteindelijk is dat niet een... blijvende, dat mag niet. Mensen moeten wel het idee weten trouwens dat dat maar echt een heel tijdelijke oplossing is. Ja. En we weten niet hoe tijdelijk. Tijdelijk mag niet langer duren dan tijdelijk. En dat is ook iets waarom we aan deze tafel zijn. We willen ook niet zeuren. Ja, over. Maar tijdelijk mag niet langer duren dan tijdelijk. Ja. Tijdelijk kan ook een paar jaar zijn. Ja. Ja. Dus daarom is dit ongelooflijk belangrijk om deze week al die geluiden te horen. Ja. Vooral als boodschap naar de politiek. Ja. Is jou al gevraagd naar wat Mark net zei? Waarom ben je actrice geworden? Wat is die passie dan? Wat betekent dat dan voor jou? Nee. Het is je nog niet gevraagd. Nee, je overvalt me. ik,
ik weet niet zo goed meer wat ik zonder dat zou moeten. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin op een boerderij. Heel liefdevol en tegelijkertijd heel erg begrenzend. En door het acteren heb ik leren denken. Ben ik scherp geworden, denk ik, hè? Wat heet scherp? Kan ik verhalen delen? Dat is eigenlijk mijn passie. Het is ook, want ik heb samen met jou, ja, alsof ik ben geen acteur, ik ben geen actrice, ik ben journalist, maar ik heb wel één keer met jou op toneel gestaan in Terror. En wat ik er zo mooi aan vond, was ook het contact wat je eigenlijk niet verwacht. Je denkt altijd bij toneel, nou, je hebt dat toneel daar en je hebt publiek daar in de zaal. Maar juist het contact ook met het publiek. Ja, dat hadden we, dat was heel sterk in die voorstelling, ja. Want we hadden nagesprekken met het publiek. En dat was ontwapenend, hè? Ja. En ongelooflijk. Ja, dus dat toneel brengt heel veel teweeg. Ja, ja. Goed, ik denk dat ik zo langzamerhand doorga met mijn volgende gast. Ik wil jullie hartelijk danken en heel veel succes ook wensen met deze actie die uiteindelijk moet leiden tot ook allerlei steunbetuigingen, bewustwording, zoals je al zei, handtekeningen en dat alles om ook de politiek er maar van overtuigen hoe belangrijk cultuur en kunst is. En daarom heb ik als slot, als dat even mag, iets meegenomen, zoals dat dan heet. Is een statement van, daar waar ik dan daarmee afsluit en dan gaan we even van tafel. Is een statement dat ik heel krachtig vond, wat Jurgen Rijman gisteren heeft laten. Gaan we daar naar kijken? Ja. Cultuur in actie! Cultuur in actie!